Perry. Dag Jurgen. Hallo. Hoe is de verbinding? Verstaat je mij goed? Ja, heel goed. Oké, zeg jij eens een keer een paar woorden. Oké. Lotje leerde Liesje lopen langs de lange Ja, het Lindelaan. is perfect gelijk het vroeger was. Ik heb ondertussen een nieuwe Skype-versie moeten downloaden. Misschien lag het daaraan, ik weet het niet. Maar ja, zwart speelt in feite ook geen rol. Ik heb vandaag met Brett Norman dat VC ook gedownload. Zo hebben we een alternatief. Ja, dat vind ik belangrijk. Dat leuke is dat je bij VC, je kunt je desktop delen. Desktop delen. Hebt u dat gezien? Oh wel, Als je je aan het spreken scherm bent, dan delen. kun je je desktop delen. Dat is echt tof. Dan zie ik jouw desktop of jij de mijne. Dus dat is wel Ja, fijn. dat kan met Google ook. Ik kan het nu ook doen. Oh, ja, bij Skype. Met Maar share sorry, bij Skype, sorry, bij bij Skype. share Ik doe screen, het. hè? Share screen, ja, start. Ja, ik kan nu mijn scherm zien. Ja, Dan zie dan je jouw wel. eigen logo. Ja. Ja, dan wel, maar ik wist niet dat dat bij VC dus ook mogelijk was, maar is dus wel. Dat is goed, dat is wel fijn dat het. Want daar hadden we de laatste keer ook een ding over dat jij in je eentje moest gaan lezen. En ik aan de kijkeraars moest laten zien wat er op het scherm staat. Ja. Dat is beter om het te delen. Maar goed, dan gaan we de volgende keer daarna proberen als de Skype weer eens uitvalt. Misschien was het gewoon wel een hiccup in het internet gebeuren. Want er liggen allemaal van die snelwegen, van die internetsnelwegen. Er kan wel een router down gegaan zijn bij Eindhoven. Iemand daar heeft er een kop koffie overheen gegooid. Ja, en dan valt de verbinding tussen Arnhem en Leuven weg. Dat kan ook. Kop koffie ingegooid, Ja, per ongeluk, hè, per ongeluk. ja. Zeg, nee, over wat ik het wilde hebben met jouw laatste video. Je doet natuurlijk met die video's wat dat je wilt, maar ik denk dat je in het begin iets verkeerd verstaan hebt. Ja, ik ga hem even de laatste erbij pakken. Dan, Ja. ik werd er nog heel, heel klaar staan. Ah, je kijkt de En ja. History of the Inquisition, dat ben ik ook juist aan het kijken. Ja, je moet altijd elkanders werk controleren, Ja, weet je ik ben wel. dat ook juist aan het kijken. Ik stop 35 minuten. Heb je het over Some Dude? Oké. Jouw laatste video, hè? Some dude, hè? Ja. Of zomer dude. Of hoe je dat Ja, zegt, ja. 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 Zo moet Vond duur ik die guy. wel heel grappig. Nee, als je dat eens een keer bijpakt, omwille van die commentaar die hij geschreven heeft. Kun je dat eens een keer in beeld brengen? Ja. Geen probleem. Hebben we wel weer een extra view die niet echt is, maar. Even kijken hoor. Nee, dat wordt niet Oh nee, meegeteld. dat oude commentaar, daar gaat het om. Ja, dat oude Dat commentaar wordt gaat niet, het om. nou, als je op fullscreen zet, dan zie je dat wel. Nee, dat wordt niet meegeteld als view als jij teruggaat, hè, met jezelfde Aha. IP-adres. Ja, oké. Ik heb hem nu in beeld. Ja, ik Het zie het. boek is inderdaad een vreselijke Ja, vertaling. en daar ging je al direct negatief op af. Maar ik was diegene die gezegd had dat dat een vreselijke vertaling is. Want Oh. als jij uit uw Bijbel aan het lezen was, dan zei ik tegen u, ik heb hier een online Bijbel open gedaan. Aha. Ik heb daar zo'n website. Ik zal dat eens een keer open doen hier en dan zal ik het dat eens een keer laten zien waar dat ergens is. Wacht eens even. Recent aangemaakte bladwijzer moet er hier ergens tussen zijn. Bible Server, die Bibel für alle. Oh, voilà, dit hier, wacht eens. Het opent traag, het opent eventjes. Dan moet je hier gaan naar het boek. Zo, ik zal je dat eens een keer sturen. Dan heb je een idee wat ik bedoel precies. Dus jij was van de Nederlandstalige Bijbel aan het lezen en ik ben via deze link. Even kijken hoor. Even kijken. Bibelserver, dat is het laatste ding wat ik van jou Ja, binnengekregen Bible Server, die Bibel voor alle. Ja, doen we dat maar heb. open. Ja, En dan ziet er aan de rechterkant, of aha. ja, aan de linkerkant als je daarvoor zit, dat je verschillende Bibles kan kiezen. En als je naar beneden gaat, dan zie je daar een van de laatste dingen, het boek staan met de Nederlandse vlag daarachter. Oh, ja, het boek. Oké. En als je dus daarop klikt. Ja. Dus dan hebt u daar een haakje en dan gaat u naar de tekst opslagen. Je kunt ook bovenaan uw taal veranderen naar het Nederlands. Kunt u ook doen, hè? Aha. Als je daar boven in die website gaat, verander Aha. naar Nederlands. Zo, dan gaat u terug naar het boek. Nu staat het boek helemaal van boven natuurlijk.
En dan gaat hem naar Matthäus. Daar klikt hij dan een keer op. En dan gaat hij bij Matthäus in dat ding staan. Dan gaat hij hoofdstuk 7 aanklikken. En dan gaat hij een keer kijken. En wij zijn begonnen vanaf 13. En dan ziet hij hier, gaat door de smalle poort het koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan we daar, en wat gaan daar veel mensen door? Zie je het staan? Aha. Nee, ik ben nog even... Ja, je zit nog niet rap. 7:30, ja. Ik ben aan het haasten. Ja, dat is geen probleem. Even kijken. Matthäus 7. Ja. En dan vers 13. En dan kijk dan een keer naar vers 13. Ja, daar staat hij, ja. En jij hebt er dus een deel van gelezen, van uw Bijbel. En ik heb geprobeerd in deze Bijbel mee te komen. Ik heb niet direct gevonden waar dat je was. Ik heb alleen dan gemerkt dat die vertaling dus in verhouding met wat jij voorgelezen hebt, vreselijk is. En daarop is Sam Duke gewoon op die commentaar ingegaan. Ik heb gezegd van, wat een vreselijke vertaling. En dat heb jij dus blijkbaar niet goed verstaan. Nou, voor... Want jij hebt van te zeggen van wat een vreselijke vertaling is dat. Ja, dat heb ik gezegd. Want jij hebt er van een betere vertaling voorgelezen, snapte? Mm-hmm. Mm. Dus die vertaling van mij, die vond je beter? Ja. Het gaat niet over beter vinden of zo, maar ik heb al niet gevonden waar ik terug kan vinden. En zelfs als ik dit wat ik hier lees moet vergelijken met de King James, dan draait zich mijn maag om. Ah. Dus dit hier is een slechte vertaling. Maar dat wist ik dus niet. Ik wist niet dat... Ik zal mijn excuses aanbieden aan Zomerduur. Ja, maar het is juist daarom dat ik het zeg. Hij refereert dus aan dit. Deze, de Bible server. Ja. Daar refereerde ik naartoe, hè, omdat ik die site toen open gedaan had om... Naast de koning James, die ik hier virtueel in mijn handen hield, in een online Bijbel, Nederlandstalig, die ik niet heb, mee te kunnen gaan lezen als jij aan het lezen was. En ik dacht, wat is die aan het lezen? Ja. Dat staat ja hier alles totaal anders. En daarom dat ik dan zei van, oh, wat een slechte vertaling. En daar is hij gewoon op ingegaan, omdat ik dat gezegd heb. En heeft in feite bevestigd, ja, dit is een slechte vertaling. Oké, okay. Dus. Okay, nou, dat is leuk bericht voor mij. Dat wordt eens excuses maken. Ja, kijk, iedereen kan zich een keer vergissen, hè. Maar dat maakt ook niet uit. Kijk, het maakt niet uit, hè. Waar je iets doet, worden fouten gemaakt. Zeker als het hart mee gaat spreken en alles. Weet je wat... En we hebben het nog steeds gewoon over de Bijbel lezen. En dan hebben we maar een discussie. Yep. En dan wordt er maar een keertje sorry gezegd. Weet je gezegd. Wat JFK gezegd heeft? No? A mistake only becomes an error when you refuse to... repair it, acknowledge it. I don't know. When you refuse to, kind of repair it. Dus als je daar ik weet niet hoe je dat best kunt vertalen. A mistake becomes an error. Als je het niet erkent. Ja, als je het niet erkent of als je geweigert om het te herstellen. Niet onder ogen als je het niet onder ogen ziet, ja, als je daar niks aan doet, hè, dan, ja. Dan wordt het in feite pas een echte fout die je maakt. Een vergissing wordt een fout als je het niet herstelt, met andere woorden. Ja. Dus je moet er iets aan doen. Hè. Dat kan altijd eens een keer gebeuren. Voor de rest vond ik de video wel goed. En zijn een link daarvan 24/7 World Radio. Ja, je kon daar met die Seite niks beginnen als je daar geopend hebt, maar je hebt wel gezien, onderaan waren er kleinere Links, die gingen over die vent die hij daar vernoemt, die Dr. Nico, weet ik veel, Verhoeven of zoiets. Verhoef, stond denk ik op die site van onderaan stond Nico of Verhoef, een van die namen of zo, dat je daarop kost kan klikken. Dat het dus blijkbaar in de archieven van 24/7 World Radio was. Maar ja, mijn punt was initieel al dat ik zei van dat ik veronderstel dat Sam Dude gewoon een nieuwe naam is voor Ulrich Wiley. Die jarenlang vriend was met Brad Norman, die ook met mij vriend was. En dan in ene keer begon ons uit te schelden en te tieren en te zeggen dat wij allemaal niet meer goed wijs in onze kop waren en zo verder en zo verder en zo verder. Nee. Wil ik ook niet verder op ingaan. Dat is zijn zaak. Daar moet hij mee leven. Ja.
Brad en ik, we hebben gezegd van jong, als je zo bent, dan zeiden je niet. Niet Romeinen. Ja, ik zal het zeggen van ja, kijk, dan spreekt hij se. Ja niet met de Heilige Geest. Hè, dus zoiets doen we niet. Nee. Dus ja, dan hoeven we geen vriendschap met u, zo simpel is het. Wij zoeken geen contact omwille van contacten. Hè. We zoeken contacten omwille van dat wij met gelijkgezinden de gelijke boodschap voor iedereen naar buiten willen brengen die ze nog niet kent. Hè. Jezus heeft ons opgedragen het evangelium. Jezus heeft ons opgedragen het evangelium in de wereld te brengen en niet om onder elkaar ruzie te hebben en niet om onder elkaar mensen uit te maken. Exact. En ik heb nogal in het verleden mensen gehad die zich in ene keer tegen mij gekeerd hebben, zoals Walt Stickel en zoals Michael Adams van Nothing But the Truth and the Tide, zoals Kees Kampschijver, die een fantastisch video gemaakt heeft over Daniel 9, vers 4 tot 27. Maar die in ene keer zich omkeert en de Koning James Bijbel aanvalt, hè? Gelijk die naar Johnny Cerucci ook, hè? Johnny Cerucci, die mij in een uitzending vernoemt, alhoewel die mij nooit persoonlijk gesproken heeft, die mens. En die de King James Bijbel uitmaakt als Shakespearean gibberish. Dat was Craig Szymanski. Dat was Johnny Cerucci. Okay. Craig Szymanski heeft nooit de Koning James uitgemaakt voor Shakespearean gibberish, naar mijn weten. Of anders zou ik graag willen weten waarom dat gezegd heeft. Dan laat me dat een keer weten, dan ga ik mijn excuses aanbieden. Nee. Ik ben hier ook alleen maar... Johnny Cerucci. Ik zei vandaag nog tegen iemand... ik heb dus 223 uitzendingen van een uur ongeveer. Dat kost qua voorbereiding en nabereiding bij elkaar 5 keer 220. Dat is meer dan 1000 uur. Ja, dan wil ik liever niet uitrekenen. Dat doe ik alleen maar om een blijde boodschap te brengen en om mensen te helpen om in Gods naam de Bijbel te lezen. En hou op met die filosofie. Nou, dan wil ik maar beter niet weten. Dat heb ik ook duidelijk gemaakt in die laatste uitzending over Martin Heidegger. Van als je kan de makkelijke weg nemen, lees je gewoon je Bijbel, weet het in één keer. Of je gaat lekker professorisch lopen doen. Dan ga je Martin Heidegger maar begrijpen. Ja, dan krijg je een moeilijke weg. Maar dat wilde je dan toch? Ja, lijkt me. Als ik daar aan begin uit te rekenen hoeveel uren dat ik in al die video's en al gestoken heb, daar begin ik maar liever niet aan over na te denken. Ja, jij bent mijn topper. jij topt mij, dat weet ik ook wel. Ja, het is... Ik heb respect. Het is, dat gaat er niet over, maar het is geen wedstrijd of zo, hè. Maar dat is allemaal in zo korte tijd, weet je. Ik ben nog maar in eind 2014 daarmee begonnen. Als ik met Michael Adams en Nothing But The Truth in feite begon, daar heb ik mijn allereerste stappen in die video's te maken gezet. En sindsdien gaat dat gelijk in een trein. En nu produceer ik bijna elke dag één. Bij wijze van spreken, om niet te overdrijven. Maar ja, kom, zwart, daar wilde ik nu niet over spreken. En het is ook niet daarover... Nee, precies, even terug naar het commentaar. Die zin die daar staat, in de tweede alinea. U gebruikt de NBG Perry vraagteken. Ja, omdat hij met... Dat slaat nergens op. Dat slaat omdat hij je op. Met u aanspreekt, daar was je zo kwaad op. Dat is even gelijk mijn grootvader, bij wijze van spreken. Ja. Maar ook mijn voornaam noemen. Ja, kijk... Ja, hij had ook kunnen zeggen... De NBG Bijbel is een van de betere Nederlandse vertalingen. Maar andere mensen... adviseren een andere vertaling. Met name ook, en dan krijg je dokter Nico Verhoef. Dit taalgebruik, dat ken ik. Dit is smoke, en dat heb ik ook gezegd in die uitzending, smoke and mirrors. Wat heb ik te maken met een dokter Nico Verhoef? Ben ik zijn, ik ken die man helemaal niet. Waar woont hij dan? Mijn tussen aanhalingstekens kritiek, het is geen kritiek. Huh? Beperkte zich tot die eerste zin omwille van dat jij verkeerd verstaan hebt waarom dat hij dat daar schrijft. Hoe dat jij dat zei met die met dat u. Want met ik dacht dat ik het naar de motto van spreek met mijn grootvader. Heb ik alleen maar opgedacht, kijk, ik zelf ben geen, ik ben niet Nederlandstalig van geboorte. Ja? Ik heb mijn Nederlands geleerd door naar mensen te luisteren. Ik heb dus ofwel op school gezeten, op die katholieke hogeschool hier in Leuven, waar ik een paar jaar marketing gestudeerd heb in de tijd.
En ik moest daar luisteren naar de leraars die van voor in de klas stonden en dingen aan het bord schreven en daarbij gesproken hebben. Moest ik luisteren wat ze opschreven, moest ik gaan opschrijven, moest ik gaan lezen en afschrijven. En op zo'n manier heb ik mijn Nederlands geleerd, plus daarnaast met mijn in de tijd familie om te gaan, mijn schoonouders en zo. Als we daar zondags op de koffie gingen, en dat zijn Leuvenaars, en die spreken Leuvens dialect. En ik heb dus in school min of meer ABN, zoals we dat noemen, geleerd, hè, dat algemeen beschaafd Nederlands. En in de familie spraken ze voornamelijk dialect. Maar ja, als je dan van een andere taal komt en je kent dat verschil niet tussen ABN en dialect, en je leert een nieuw woord of een nieuwe uitdrukking, dan smijt je dat allemaal door elkaar. Omwille van dat jij dat verschil tussen is dat nu ABN of is dat nu. Is dat nu dialect, hè? Als we naar school gaan en we leren Engels, dan leren we allemaal dat schone, propere Engels, hè? En Ja, maar ik ga dus. daar zijn misschien verschillende manieren om woorden in Amerika uit te spreken. Ja? Dus iemand uit Texas spreekt anders als iemand uit Californië of uit Washington of uit New York. Maar ze gebruiken allemaal dezelfde woorden. Ze spreken alleen qua pronunciation, dus qua uitspraak, anders. Maar als je hier in België Ja. leeft, daar kun je van het ene dorp naar het andere springen en soms zelfs binnen het dorp een grens oversteken en daar spreken ze een ganz andere taal. Dat is ook Nederlands, maar ze gebruiken andere woorden voor dezelfde dingen. Dus in dat opzicht, ik ben geen Nederlandstalige van geboorte. Ik heb op die manier mijn Nederlands geleerd dat ik dus ABN aan de ene kant hoorde en dat Leuvens dialect aan de andere kant. En ik heb zo geleerd, daar wil ik op neer, ik heb zo geleerd dat u de hoffelijkheidsvorm is om iemand aan te spreken die men niet kent. Zoals we in Duits sie hebben. We hebben in Duitsland de Ja, Umgangsform, ich möchte Ihnen guten Tag sagen, wie geht es Ihnen? Hallo Sie, Tag der Herr, Tag die Frau, wie auch immer, in die Richtung. Und in Nederlands habt ihr dafür Ü. Aber dann gebraucht ihr normal gesehen auch den Achternamen. Das er soll dann bei Ü das. natürlich gesagt haben, von Ü, meine Winkel, soll er muss gesagt haben. Periwinkel, ja, Herr Ja, Periwinkel of zoiets. zo, ja. En dan die vraag is, die slaat helemaal nergens op. Want ik zeg gewoon in die uitzending met jou dat ik een NBG-bijbel heb die ik gebruik. Ik heb er nog één en ik heb er nog één en ik heb de King James Online. Ik zeg toch gewoon dat ik de NBG-bijbel gebruik en dan vraagt hij dat aan mij. Waarom vraagt hij dat dan? Hij heeft het toch gehoord? Ik heb zelf ook uitzendingen gemaakt over die moord op Marianne Vaatstra, waarin iemand, dat was een protestant trouwens, die zit dus nu in de gevangenis. En dat hele, het heet een requisitoir, zat vol met rommelig taalgebruik. Ik maak ook nooit lange e-mails en als ik of een sms. En dan zit ik echt nog een tijdje naar te kijken om de spaties en de komma's. Maar u gebruikt de NBG-Perry. Dat is rommelig taalgebruik. En dat doet mij dus een. En dan gaat er bij mij een belletje rinkelen. Dat ik denk, meneer Zomerdude, waar ben je mee bezig? En hij zegt dat het vreemd is dat jij geen goede Duitse vertaling kent. Ja, wat is daar nou vreemd aan? Jij hebt toch helemaal geen Duitse vertaling nodig? Je hebt toch gewoon de King James van 1611? Nou ja, als je. En dan heb je een Duitse vertaling en dan kan je kijken of die klopt. Ja, That's dat is it. ja, De King dat is net James. het punt. Je vindt geen Duitse vertaling, die klopt, dus die in Einklang ist dann mit der King James. Dat is juist het probleem. Alle ja, die ik gebruik, de Schlachter van 1951, die komt er nog het dichtst bij, maar ook die heeft haar fouten, zo simpel is dat, moet man altijd zeggen. Hè? Er bestaat geen Bijbel in een andere taal. Die even correct is als de Koning James. En omwille van dat de Koning James Bijbel gebaseerd is op de Textus Receptus, is het dus zo dat al die andere Bijbels dus blijkbaar niet op diezelfde Textus Receptus gebaseerd zijn, want anders zouden ze allemaal hetzelfde zeggen. Ja. Ik moet iets kwijt. Ik ben gisteravond heb ik voor de derde keer. Ik dacht voor de tweede keer, maar het was de derde keer, zei zij. Het was gewoon in het café. En zij vertelde mij dus Wie zei? gisteravond dat zij, ja, een vrouw, de naam doet er niet toe. Arja heet ze, maar het doet er niet toe.
Niet die vrouw die hier in huis is, was. Zij vertelde mij dat zij van de Kataren was. Mm-hmm. Ik zeg tegen haar, de Albigensers? En zij zo knik-knik. Ik zeg, jullie naam refereert aan de ketters. Zij knik-knik. Jeetje. En toen vroeg ik aan haar, doen jullie ook aan de Koning James Bijbel van 1611? Dus zij zei, nee, nee. Maar ze wist wel alle teksten. Ze wist precies hoe het zat. Dat is dus ook een christelijke stroming, want zij was strak als de hel. Een hele keurige, zedige vrouw. Die fel uit haar ogen keek. En zij wantrouwde eigenlijk. Ik heb ook tegen haar gezegd, ik wil hier verder over praten. Dat enige wat ik daarover kan zeggen is dat de Albigensers, de Waldensers en nog andere volkeren, want daar zijn nog veel meer. En als we een keer verder gaan, als ik een keer verder ga in dat boek History of the Inquisition en andere dingen die ik ga lezen in de toekomst, gaan deze volkeren ook aan bod komen. Kijk, in mijn ogen zijn deze volkeren, waar ook de Hugenotten later bij hoorden, de overblijfselen van de originele kerk in de tijd als Constantijn het christendom, de staatsreligie van Rome gemaakt heeft, daar ging de echte kerk ondergronds. En die echte kerk, die hadden ook de originele schriften. En die schriften, daar is hun Bijbel op gebaseerd. Die Waldensers en zo, die hadden een eigen taal. Dat was een taal die gedeeltelijk gebaseerd was op het Romeins, op Latijns. Maar was een plaatselijke andere taal. Ik kom nu niet op de naam, daar moet men eens een keer in de boeken nakijken. Dat is ja allemaal geen geheim, dat kan man je opzoeken. Retro-Romaans of zoiets noemt dat. Speelt geen rol. Oh, okay. In elk geval hadden die een eigen taal. En in die taal hebben zij natuurlijk hun Bijbel gehad en geschreven. Maar gebaseerd op allemaal de originele Textus Receptus in het begin. Dus als die vrouw tegen u zegt van nee, ik doe niet meer aan die King James, ze heeft haar eigen Bijbel, aber, dan gaat die Bijbel terug op die oude schriften van hun. En dat staat in feite hetzelfde in, alleen is het niet in Engels gelijk de King James, maar het is gewoon in haar eigen taal. Wat zou ik tegen mij zeggen? Wat ze tegen mij zeiden, met een glimlach, ik mag niet praten in de kerk. Nee, dat geloof ik. waarom gaat u überhaupt naar de kerk? In de gemeente, zij accepteert dat. Dat is ergens een Corinthiërs of zo. Daar heb je ook zo'n videootje van opgeladen. Van zo'n man. Nou, we hebben dat onlangs ook in onze Bijbel. Die had een Corinthiërs gesproken in Corinthiërs. Ja, dat is naar de motto van vrouwen moeten in de kerk stil zijn. En daar is een hele discussie over. Maar, ja, dat is. Kijk, God heeft het. Jezus is de meester van de kerk. Hij is de meester van de man. En de man is de meester van de vrouw. De vrouw is onderdaan aan de man, gelijk dat de man onderdaan is aan Jezus Christus. Dus de vrouw is onderdaan van Jezus Christus door de man. Ja, dat lijkt me wel het handigste. Daar is een reden, voor dat God eerst de man geschapen heeft en dan de vrouw geschapen heeft. Ja? En dat hele gedoe in onze maatschappij van wij zijn allemaal gelijk, mannen en vrouwen zijn gelijk. Nee, zijn wij niet. Je hoort dat niet graag, of die mensen horen dat misschien niet graag, dan kan mij geen baas schelen. Neem je dat trouwens op hier voor een zending of zo? Dat zou wel mooi geweest zijn. Nee, neem je het niet op. Maar jij staat niet op te nemen, Nee, even niet. Je mocht het doen, anders krijg je mijn recording, maar mij neemt het toch altijd automatisch op. Dat is goed. Als je een video van wilt maken, dan doe maar. Ik heb niks te verbergen, zeg. Dat is hartstikke mooi. Kijk, en wat zij heeft een vriend en die werkt in Zeeuws-Vlaanderen. Mm-hmm. Weet je waar dat ligt? Dat is de streek waar wij de mosselen van staan krijgen hier in België. Nou. Ja, exact ja. En hij werkt in dat is denk ik, heet dat nou Borselen? Maar die werkt in een kernenergiecentrale.
Nou, zei ze tegen mij. Die straling valt wel mee, hoor. Hij redt zich wel. En zij weet ook gewoon... Ze heeft ook tegen mij gezegd van... Zij heeft een sollicitatieverbod gekregen. Moet je even nagaan, hè? Van de overheid. Ze zei, nou, ik leg me daarbij neer. En mijn vriend werkt in de kernenergiecentrale. En over een week of twee komt hij weer thuis. En ik zorg voor mijn man. Ja, zo moet dat zijn. Echt een ontzettend mooie, felle vrouw. Een Qatar dus, hè? Een ketter. Fantastisch. Ja. Dat is leuk. En dan, trouwens, de vrouw die bij mij die kamer had, ja. die is inmiddels pleiten. Oh ja. Ja, dat is helemaal niet erg. Dat is gewoon een jonger iemand. Die was even langs. En meer niet, hè? En kwam ik vandaag in de kroeg. En dan kwam ook die man, die dus, die heeft met haar een seksuele relatie. Een seksuele relatie ook. Hè. En die kwam dus ook in die kroeg. En die komt daarmee bij mij zitten aan de bar. Hij doet zijn dijbeen, zijn linker dijbeen tegen mijn rechter dijbeen. En hij zegt tegen mij, jij wilde toch even praten? En ik kijk die man aan. Ik denk, wel waarom? Ja, wat is er aan de hand? Hè? En toen zei hij, ja, jij hebt tegen mij gezegd tijdens een telefoongesprek, alles voor Elvia, zo heet die vrouw. Hè? Alles voor haar. Ik zei, ja, dat kan wel kloppen. En toen deinsde hij achteruit. En toen dacht ik echt even van, nou krijg ik een klap voor mijn bek. Hè? Ik zat hem helemaal in de gaten te houden vanuit mijn ooghoeken. Want zo iemand moet je niet in de ogen kijken, want dan ben je je bril kwijt. Dus ik bleef gewoon recht vooruit kijken en ik hield hem in de gaten. En toen deed hij dus zijn arm naar voren. Hij klopte mij op mijn schouder. En hij zei, jij bent een toppertje. Ik denk, nou, daar kom ik mooi mee weg. Voor hetzelfde geld had hij de kruk onder mijn reet vandaag geschopt. Oh. Al die dames die met al die mannen lopen te... Ja, je moet het eigenlijk niet doen, hè. Je moet als dame, moet je er gewoon eentje kiezen en zeggen, dit is hem. En als je dan een hele horde wil van pitbull terriers, dat is ook goed. Maar dan moet je wel al die pitbull terriers elke dag trainen. Een hiërarchie laten maken. En wie is de hoofdpitbull? En dat doen ze dan niet. Want die dames die gaan gewoon met iedereen om die maar ja, iets te bieden heeft. Treurig, hoor. Ja, maar het leven is treurig in die richting, Perry. Ja. Van Albert Camus. Jij houdt ook niet van Frans. Maar Albert Camus heeft opgelaten. Het is in Nederlands vertaald. De mensen sterven en zijn niet gelukkig. Dat is gerust, hoor. Kun je ook het boek La Peste van hem? Nee, ken ik niet. Trouwens, ik heb niks tegen Frans. Alleen de Franse taal... Nee, is mijn geest. De Franse taal heeft haar basis in Latijn. Ja, het is een Latijnse, het is een Romaanse taal. En Nederlands en Duits zijn Germaanse talen. Die hebben een andere stam. En ik voel mij gewoon beter bij de Germaanse talenstam als bij de Romeinse talenstam. Gelijk dat ik mij überhaupt in Rome niet goed voel. Met alles wat met Rome te maken heeft. Ja. Vandaar heb ik als kind al gezegd, alles zuidelijk van de Elbe, dat is die rivier die door Hamburg gaat, alles zuidelijk van de Elbe is Noord-Italië. Ja, wat? Dat heb ik als kind al gezegd. Onder Hamburg begint Italië. Alles zuidelijk van de Elbe is Italië. De mensen. Dat heb ik als kind al gezegd. Dat ging ik nog maar juist naar school. Oké. Ik ga even kijken, hoor. Ik ga even kijken met maps.google. Ja, zo toch. De Elbe. In Hamburg, ja. Rivier. Elbe, ja. Rivier. Ja. Elbe. Hamburg, moet je er nog bij tekenen. Hamburg. Elbe, niet Elba, hè? Ah ja, Elbe, ja, oké. Hamburg. Ja, Elbe. Die ontspringt in Tsjechië of zo, ergens in het oosten. Dus.
Daar zie je Hamburg. En als je, oh, kijk eens dan een keer helemaal links, daar staat Blankenese. Oh, je gaat te ver uit. Nee, je moet teruggaan. Je Oh, zag daar Blankenese staan. Aan de linkerkant, zie je dat? Ja. Daar, Blankenese, daar ben Ja, ik ja, ja, geboren. ja. Ach, bij mij is Ja. net. Polonaise Blankenese, Oh, ken wat je dat? Dat schön. is een liedje van Gottfried Wendehals, zo'n Duitse comediant of zo. Dus alles wat zuidelijk van de Elbe is, ja, dat is Nord-Italië, dat is Italië, ne? Dus daar beginnen de katholieken, ne? Nou, zie je Schneverdingen, dan een keer tikje terug naar beneden, waar je daar juist vandaan kwam. Ja. Stop. Zie je daar Lüneburger Heide? Je ziet onder Hamburg daar Buchholz in der Nordheide Ja. staan, dan zie je Lüneburger Heide. Ja, En daar klein beetje rechts van zie je ja. Schneverdingen. Schneverdingen. Da, Daaronder, Schneverdingen, ja. ja, hier, ja. Da ist mein Mutter naartoe verhuisd met mijn vader, als ze uit Hamburg wegging. In die tijd, als ik naar het leger Ah. ging. En daar heeft mijn moeder gewoond, totdat ik haar naar hier gehaald heb, als ze haar been verloren heeft in 2012. 2011, 2012. oké. 12, ja, goed. Schneverdingen, daar heeft zij gewoond. Maar mijn hart, als er überhaupt mijn hart ergens op deze wereld is, dan is het in Hamburg. Aha. Ik ben daar Oh, geweest, hè? schitterende stad. Maar ja. Eén keer. Daar was ik vroeger ook positiever over als dat ik dat nu ben. Want nu sta ik met één been in het koninkrijk van de Antichrist, maar met één been sta ik in het koninkrijk van Christus. Dat koninkrijk van de Antichrist is materieel en het koninkrijk van Jezus Christus is spiritueel. En ik probeer met meer dan de helft in dat spirituele te gaan staan, dat dat de overhand neemt, want dat is veel belangrijker als dat wat hier is. Erg mooi. Ik sta er altijd versteld van als ik dan kijk met maps.google hoeveel dorpen en steden en regio's er Ja. zijn, hè? Weet je wat ik ook. Het is een keer dat. Dan ga je naar Zuid-Frankrijk en dan rij je over de periferiek, heet dat. De rondweg. De periferiek, dat is En daar toch een was ik deel al van twee. Parijs. Ja. Ja, precies, ja. De periferiek. En daar was ik al twee keer langs gereden. En toen reed ik daar langs met de moeder van mijn kind en mijn kind. En die heeft toen ook nog gebraakt in de Oei. auto. Ik nam een bocht. Ja, de kotsen die sloeg echt. Maar dat was maar een huurauto, dus dat maakt niet zoveel uit. Dus dan rij je vanuit het noorden omlaag. En aan de linkerkant, dus aan de buitenkant van de periferiek, daar staan die flatgebouwen. En ik zag op dat moment gewoon de woningen van die kinderen. En toen dacht ik, zo de knetter. Ik scheur hier voorbij met mijn huurauto en een kotsend kind. Maar jullie wonen hier elke dag. Wat is dat? Die kinderen die zitten dan 13 verdiepingen hoog. En die kijken uit op die woes, 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 woes. Maar van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En dat ik, ai, ai, Heb je een ai, keer ai, beelden ai, gezien ai. van Tokio? Als je daar die hoge gebouwen ziet waar die mensen in wonen, daar kan je toch alleen maar misselijk van worden. Dat herinnert je toch alleen nog maar aan hoe dat mieren leven in hun hoop, bij wijze van spreken. Dat heeft toch met fatsoenlijk Ja. leven toch niks meer te doen, hè? Precies, het Ja. slavenwoninkjes. Van geef ze maar een Ja. kotje. En dat is genoeg, hè? Ja, toen schrok ik er echt van. En daarna werd het beter. Dan kreeg je landelijk gebied en ijskoos en limonade. Maar je moet toch weer terug langs die periferiek. Ja, en pas op, En dan zie je als het je nog op een een keer. periferiek rijdt en je let niet op, dan blijft er daarop rijden op dat ding, hè? En ik kan me nog herinneren, als ik mijn rijbewijs gemaakt heeft in het eerste jaar, dat ben ik dan ook met een vriend van mij, met mijn vriend dus, naar Italië gereden. Dan hebben we 14 Dagen Verlof gepackt. We zijn erst naar Bayern, da hebben we da Familie von hem besucht in de Buurt von München. En dan zijn we via Oostenrijk naar Noord-Italië binnengestroken en dan gewoon ergens een hotel gezocht. Daar zijn we dan neergestroken in Alessio. Dat is da dicht bij San Remo. Niet ver van Ja. Monaco, aan de Ligurische Zee daarboven.
Wat vakantie gedaan en als we daar dan geen kamer meer vonden, dan zijn we verder naar Frankrijk en dan zijn we in Saint-Tropez in een hotel geweest. En als we dan gedaan hadden, zijn we naar Parijs gereden. Maar ja, weet je, jonge mensen, niet veel geld, dus je rijdt niet via een autosnelweg, want dan moet je peage betalen. Ja, probeer dan maar een keer via niet een autosnelweg Parijs te binnenkomen. Dat lukt dus niet. Je kunt Parijs alleen via een autosnelweg binnen. Heb ik toen al ondervonden. En ja, maar goed, daar moest je dan geen peage meer betalen, of dat was maar heel weinig. Ik denk dat je daar zelfs niet meer moest betalen, dat ging dus wel. Maar ja, dat was dus van Saint-Tropez naar Parijs rijden, via tweede of derde rangstraten. Dat is een tripje, kan ik je zeggen. Ja. En trouwens, over die peage. Ik heb in 2013 een vakantie geregeld. We hebben speciaal een auto gekocht. En die hebben we na de vakantie verkocht. Echt super goedkoop. Renault Megane. En dan drie meisjes achterin, waaronder mijn dochter en twee leeftijdsgenootjes. En mijn vriend. Nou, daar hadden we die vakantie gehad en gingen we dus terug over de peage. En dan komen we bij zo'n tolstation. En mijn vriend die zat op dat moment rechts. Dus die werd bijrijder. En ik zei dus tegen hem, pak de money. Hè, van, we moeten betalen. En hij vroeg aan mij, wat kost het? En toen keek ik naar dat bord. Hadden die Fransozen, want ze mag ze wel noemen als ze zo dom zijn, hè? Die hadden gewoon een paal geplaatst vlak voor dat bord. Of beter gezegd, toen ze dat bord op gingen hangen, hadden ze geen rekening gehouden met het feit dat er mensen zijn die willen van tevoren weten hoeveel geld het kost. Dus precies, je kon zien éénpersoonsauto, busje, vrachtauto, alle verschillende dingen snapte ik wel. Maar juist waar het interessant voor ging de prijs stond. Daar stond maar een de paal. Prijs stond de paal voor. Daar stond een paal. Ja. Ik tegen mijn vriend, kan jij er omheen kijken? En mijn vriend helemaal voorover buigen. Nee, die kon het ook niet zien. Ik denk, nou ja, dan wurvelen we ja. maar. Hè? Dan gokken we het er maar op. Hè? Dobbelen. We dobbelen er maar gewoon, ja. De Herrgott wurvelt niet. Uitspraak van Einstein. Ja. Zijn conflict met, weet je die vent ook weer, die, kom op, hoe heet hem nou, van die kwantummechanica meuk. Wat, wie? Ja, je had Albert Einstein en je had die, weet je, Bohr. Emiel Bohr, ja. Bohr die had zitten. Ja, ken je dat verhaal van de kwantummechanica trouwens, dat is best leuk hoor, dat is heel kort ook. Nee, als ze hebben, ja, aan het begin van de 20e eeuw hebben ze een doorslag gemaakt, of doorbraak veroorzaakt, in de wiskunde. En dan konden ze matrixen. Een matrix is alleen maar een rijtje getallen van links naar rechts en een rijtje getallen van boven naar beneden. Dat is een matrix, meer niet. Dat is een vector over meerdere dimensies. Een rijtje getallen, meer niet. Maar nu komt de grap. Je kan die getallen vervangen door functies. En een functie, dat is een ding dat neemt een getal en levert wat op. Daar kan je hele gekke dingen mee doen. En wat bleek, dat ze met die matrixrekenkunde het waterstofatoom perfect konden weergeven. Echt in één keer, met elegant, heet dat op z'n Duits. Hè? Elegant, simpel, snel en makkelijk. Dus iedereen die juichte. En toen is er nog meer geld ingegooid om het tweede element, te weten helium, ook te gaan doen. En dat heeft een geld gekost. En dat leverde een bewijs op wat zo dik was dat niemand meer geloofde in de volgende expeditie naar het derde atoom, te weten lithium. Lithium hebben ze nooit gedaan. En toch zit heden ten dagen, hoort zoetaak, nog iedereen te lullen over kwantummechanica. Ja, ik denk, ja, dat was eventjes leuk voor het allerkleinste beginnen. Voor de rest, ik weet niet wat je eraan hebt, hoor. Ja, ken je dat boek, The Tao of Physics? Ik denk het niet. Maar, jij mag ja of nee zeggen. Ja, ik ken dus niks van quantum physics. Ik ken niks van wiskunde. Ik kan rekenen, maar ik heb geen idee van wiskunde. Ik ben zo dom als getoastbrood.
Nou, beter van dat. De bergrede, die zegt het toch? Zalig zijn de armen van geest. Ja, dan... Het beste kan je maar zo min dan mogelijk zijn. Ben ik zeer zalig. Ja. Ja, die boor en die arm. De Herrgott würfelt nicht. Dat zei dus Einstein tegen Bohr. Dus met Bohr. Andere woorden... Ja, wat slaat het op? Ja, met andere woorden, hij heeft kennis met van God. Met andere woorden, Einstein is dus een godslasteraar. Ja. Want zoiets, Ferry, zoiets is ingaan tegen het derde gebod. Je zult de naam van de Heer, jouw God, niet misbruiken. Ach, en als ik zo dingen zeg, dan ben ik de naam van mijn Heer aan het misbruiken. Ja, ik spreek respectloos over de God, de entiteit, hoe je het ook wilt noemen, die alles geschapen heeft, aan die ik alles te verdanken heb. Mijn zijn en het zijn in het algemeen. Daar spreek ik toch niet disrespectvol van, ja, die dobbelt niet. Ja, wat pijstig er wel. En Einstein was alleen maar een acteur. Ja. Maar ja, dat weten de meeste mensen niet. Maar de meeste mensen weten ook niet dat hij de relativiteitstheorie van zijn vrouw gestolen heeft. En dat dat allemaal BS-wetenschap is. Dat is allemaal de wetenschap van de duivel. Heeft niks te doen met Bijbelse science. Ik weet dat ik, zoals in Engels zeggen, preaching to the choir ben hier. Dat jij dat ook weet, Perry. Maar als we dat dan toch opnemen en je maakt dan een video van, dan kunnen we dat een keer aan de toeschouwers zeggen. Hè? Dat die ook eens een keer wakker worden. Hè? Ik denk dat ik dit eerder heb gezegd. Maar het was volgens mij Lenin die heeft gezegd, als je een leugen maar zo vaak mogelijk herhaalt, dan wordt het vanzelf waarheid. Ja, Hitler volgens heeft dat mij ook gezegd. Geldt dat voor de waarheid? Ja, al was het ja ik weet niet, Hitler heeft ook zoiets gezegd van de mensen geloven de leugen die 1000 keer herhaalt is gemakkelijker als de waarheid die 1 keer gezegd is. Ja, en nu zeg ik tegen jou, als wij gewoon... voor mij gaan we Matthäus 6 en 7 gaan we 32 keer doen op z'n vrijmetselaars of zo. En wij herhalen het maar, dan sijpelt het heus door. Er zitten mensen, als ik buiten kom, mensen hunkeren. Mensen zijn echt op zoek. Ik maakte vandaag een grapje. Want het is heel warm nu in Nederland. Hier ook, ja. En, ja, ik zei dus op het terras, lekker in mijn t-shirt, van... gaat wel lekker, hè, met die global warming. Nou, hè? En dan zo'n jongen... Ja, sorry. Ach, God, man. Het kan wel lekker met de global warming. Ik ben precies een kip op een rooster. En die jongen naast mij, die dacht gelijk mij de les te gaan lezen. En die zegt tegen mij, dat is een hoax. Dat is helemaal niet waar. Ja jongen, dat weet ik al een tijdje. En maar die jongen was echt 20 jaar jonger dan ik. En toen ik zo oud was als Hemmy, had ik dat niet kunnen verzinnen. Daar was ik echt nog Teletubby en Lalaland. Teletubby en Lalaland. Dan moet je, op dit ogenblik moet je in de video een goobeeld in plakken van een Teletubby. Schitterend. Ja, maar ik niet anders hoor. Ik zou ook alles geloofd hebben. Maar ik bedoel, ja, kan. Vandaag vertellen ze dit en morgen vertellen ze dat, hè. In de jaren 70 leren ze dat de ijstijd komt. En in de jaren 2000 leren ze dat je global warming hebt. Ja, hallo. Wat ik ook dat als we even die milieuschandalen doornemen. Het begon dus inderdaad in de jaren 70 met global cooling. En toen kreeg je zure regen. De bomen stierven allemaal af.
Ja, door de SO2 uit Engeland. Dat hebben ze al die. Daar heb ik ook. Ik zat in die tijd in Wageningen. Dus ik heb dat ook echt gedaan. Met windtunneltjes gingen wij zure regenmetingen doen. Met de Rozenkruiser, overigens. Die leraar was een Rozenkruiser van het practicum. Iemand die dus niet van materie En mag toen de... leren. Sorry, nog Iemand een die keer? dus niet van materie moet weten. Ja, de Niet. Rozenkruisers zijn toch die mensen die materie verachten en die alles euvel van deze aarde aan de materie toeschrijven. Niet? Ben ik daar verkeerd in? Oh, dat werkt goed. Dat. Ik vond het een hele aardige man. Want ik heb eerst dat practicum bij hem gedaan. Practicum. En gewoon een fatsoenlijk cijfer gehaald. En dan mag je het jaar erop, kan je een baantje krijgen. En dan moet je die andere nieuwe leerlingen helpen om diezelfde proeven te doen. En hij had windtunneltjes laten maken. En allemaal gasflessen erbij. Supergiftig. Echt wel leuk. En we hebben ook planten vergast. We hebben tabaksplanten. Die hebben SO2-dinges. Gewoon te kijken wat de uitwerking is van SO2 op een plant. Ik vond het wel een aardige vent. En daarna heb ik nog een keer een Rozenkruiser ontmoet. En die zei dus: ik was een Rozenkruiser. Totdat ik erachter kwam dat die grote geheimen er helemaal niet zijn. Je hebt gewoon nog meer bagger. Het interesseerde hem helemaal niks meer. Hij was heel boos geworden. En hij heeft ze de rug toegedraaid. En wat wil je ook anders? Jij en ik weten het ook wel. Genesis 1, daar kan je gewoon 13 uur op kauwen, man. En dan om dan te zwijgen over Genesis 2. En wat er allemaal bij hoort, dat staat toch alles in? Dat is toch openbaar? En die lui die doen dan aan, ja, je bent voorlopig ingewijde en in de zoveelste graad mag je naar die bibliotheek en daar wat boeken gaan lenen. Ja, dat vroeger toen ik klein was, toen kreeg ik van mijn moeder een bibliotheekkaart. En dan mocht ik alleen maar de boeken lezen met een witte stip. En die stonden allemaal onderin de schappen. En ik zag wel die boeken met die gele stippen en die groene stippen, maar die mocht ik niet hebben. Gewoon kinderboeken lezen. En zoiets is het. En toen keek ik al naar boven, denk ik, ja. En uiteindelijk kreeg ik dus een kaart, dan mocht ik alles. Dan zit je helemaal bovenaan en staat er Dr. Zhivago. En ik, ja, daar heb ik ook geen zin in om dat te gaan lezen. Dan ben je gewoon uitgelezen. Want natuurboeken zijn leuk en natuurfilms zijn leuk. En wetenschappelijke meuk vind ik ook leuk. Epigenetica, erg interessant hoor. Ken je dat Nee. begrip? Epigenetica zegt dat DNA een product is van onze aanwezigheid. Dus je DNA, dat is een soort van receptor. In die zin dat je ervaring, je buitenkant, die vraagt telkens weer aan je DNA om bepaalde dingen te produceren. En daarin wordt het dus sterker. Dus als je alsmaar loopt met je rechterbeen, krijg je een heel sterk rechterbeen. Als je alsmaar loopt met je linkerbeen, krijg je een, maar als je helemaal niet loopt, heb je geen benen. Als je, je Geen benen. Je stuurt het aan. Je stuurt het aan. Jij bent degene die bepaalt wat voor DNA je voortbrengt. Dat was ook een discussie die ik had met iemand over het feit of mijn kind mijn biologische kind is. Heb ik gezegd, dat is niet belangrijk. Ik heb haar geleerd hoe te handelen. Ik heb haar met de kop tegen de muur aan laten lopen. En geen pleisters gaan halen, want zij deed het zelf. Zo wordt iemand gevormd. Zij heeft ook geen puistjes. Dat was een keer in de zomer en ze was 13 of zo. Ik zei tegen haar: heb jij een panty aan? Ze zei: nee, het zijn mijn blote benen. Nou ja, punt 1, dat hoef ik per se niet te zien. Maar punt 2, haar huid was perfect. Helemaal rustig. Dat is wat je overbrengt. En dan wordt ook iemand gezond. Spreuken 15, vers 1.
Een zachtmoedig woord vermindert wrok. Zo belangrijk. Zo belangrijk. Ja, staat ja, eigenlijk ja, absoluut. Dat heb ik. Mooi. Dat heb ik in mijn Buffertext hier staan. So, dat is so eine Text, waar ik alle mogelijke spreuken en wat zeg je dan nog van Zitaten en zo, ne Kerindu. Da heb ik dat ook in staan, ja. Want dat is so een van die dingen, weil als je da van boven naar beneden scrollt, weet je. Aha. Dan gaat er soms een keer over zo belangrijke dingen. En daar staat uiteraard onder andere hier Proverbs 28, vers 9. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. En dan wat jij juist zei, Spreuken 15, niet 50, hè? 15, zei ik, ja. Wacht, ben ik even naar 28, ja. Vers 9. Oh man, wat een lekker dik boek is de Bijbel. Ja. Het is echt dikker dan een Mahabharata, hoor. Ja. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer, shall abomination. Be abomination. Ja, die, ja, shall ja. be. Ja, ja. Dus dat herinnert... Je kan het shall be ook weglaten. Dat herinnert mij aan mijn vriend hier, die Tom, van die ik ja al een paar keer gesproken heb. Als we daar eens een keer dat gesprek hadden, een hele tijd geleden, dat is al zeker ondertussen meer dan een half jaar geleden, dat hem zoiets zei, zo van, ja, als ik bid, dan breng ik dat dan maar naar buiten. Ik zeg, nou, wie bid je dan? Jo, naar niemand bepaald, naar niemand, ja, die ik nu zou kunnen benoemen, bij wijze van spreken. Ik doe dat gewoon daar zo buiten. Hè. Nou ja, dat is precies zo'n voorbeeld daarvan. Hè. Here that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Dus zelfs zijn gebed zal een... Ja. Dat doet me ook denken aan een anekdote die een vriend van mij, waarvan ik het leuk zou vinden als jij hem een keer zou ontmoeten, wederzijds dan. En hij is protestants opgevoed en geen bijbeldinges of zo. Maar hij zag wel dat er mensen in zijn omgeving waren en die deden aan numerologie. Ze reden op straat en ze zagen huis nummer 9 en dan huis nummer 11. En toen dachten ze, ja! En toen was het ook zo dat die snackbar om de hoek was. Zo. Ze bidden als het ware. Maar waar zijn ze mee bezig? Een beetje in het luchtledige aan het bidden? Zelf, mijn gebed, om het eerlijk te zeggen... Dat doe ik door mijn mond te houden en naar andere mensen te luisteren. En dan word ik maar beledigd, uitgemaakt voor stoephoer. Ik blijf gewoon rustig. Dat is mijn gebed. Heer, vergeef het hem. Ze weten niet wat ze doen. En natuurlijk bedoel het onze Vader. Ik vind het heerlijk hoor. Als ik heel droevig ben. Ik zie helemaal geen uiteinde meer. En het wordt donker. En, ja, dan ga ik natuurlijk ook. Op mijn knieën. Dus zet ik hem ook gewoon 3 keer op. En vooral met het einde. Want u is de, wat is het ook weer? U is de heerlijkheid, de zaligheid tot in de eeuwigheid. Dat laatste het stuk einde van is heel onze belangrijk. Vader, ja. Ja, ja. En voor de rest hoef je helemaal niet te bidden. Je bidt maar gewoon in het eerbiedigen van je rol. Zoals ik wel eens zeg tegen mensen, als het leven makkelijk was, had God dat zelf wel gedaan. Hij heeft ons geschapen om het te doen. Ben je er nog? Ja, ja. Oké. Ik was zo klik. Ik had even mijn microfoon gewoon uitgeschakeld omdat ik een chips aan het eten was. Lekker. Wat lust jij champignons? Heel graag. Ah. Ben ik een ganz grote fan van. Ik was in.
Ik was in Frankrijk op vakantie. Dat was die ene vakantie waar we bij die pillage toestand met die drie meisjes. Hè? Ja, dan gingen we boodschappen doen. We hebben lekker gegeten. En dan lagen er ook champignons uit Holland. Dacht ik echt, ja, ik zit hier in Bretagne. En dan ga ik in Hollandse champignons kopen. Ja, dat kan allemaal omwille van de globalisatie, hè, Perry. Ja, ja, maar Hollandse champignons zijn echt heerlijk, hoor. Ze verkopen hier ook in Nederland miscellaneum. Ken je dat? Wat, miscellaneum, dat zijn de... Een champignon. Dat is miscellaneum. Nee, ja. Wat is miscellaneum? Nee, miscellaneum. Ja, de champignon, die heeft een kern. Die zit onder de grond. Truffel heet dat. Ah, daar lust ik niet. Truffel. Geen truffels. Okay. Dat zijn zo van die luxe champignons. Geef maar gewone bruine champignons, Parijse champignons, zoals we die noemen. Of, of steinpilzen. Ja. Ik weet niet wat dat in Vlaams is. Ja. Die vind ik ook heel lekker. Of pfifferlingen. Ja. Dat zijn, ja. Dat zijn die oesterswammen en zo, die soorten. Dat vind ik wel lekker. Er moet even de grap uit. Ik heb een oom, die is 6 ouder dan ik. Als een nakomer. En die was in Duitsland in een pizzeria. En die bestelde een pizza met Pilsen. Ja. En hij dacht echt dat hij een pizza met bier zou krijgen. Met bier? Ja, Pils. Ja, oké. Okay. Ja. Maar ja... En dan kreeg je een pizza met champignons en niks te drinken. En zoiets van, wat is maar dit? Maar ja, dat probleem is... Ik ben hier dat probleem is, Perry, dat woord champignons in Duits, Pilze, dat schrijf je met Z. Dat bier, Pils, schrijf je met S. Ja. Pilsener, sagen ja, we. Dat is onze Pilsener, dat komt van Tsjechië, waar dat vandaan komt, hè, van die stad. Hè. Dat is de brouwaard van daar waar dat uitgevonden geweest is. Maar de punt is gewoon van ja, door die, daarom heb ik het eerst niet verstaan wat je zei, omwille van dat die schrijfwijze anders is. Mm-hmm. Als ik een pizza met Pils bestel, met Pilze, dan is dat de Pilze is Pils. Met Z en niet met S, daarom dat ik eventjes niet verstaan heb. Ja. Dat zijn zo die... Hij was wel zo eerlijk om dat eerlijk aan mij op te biechten. Dat hij achteraf wel wist dat hij dom bezig was. Nou ja, ik kan me nog herinneren, als ik in de Ardennen was, met mijn vrouw in een tijd, en daar ben ik dan naar een frituur gegaan en daar heb ik dan Carbonade besteld, omdat ik een Carbonade, dat is in Duitsland, dat is zo'n soort Schnitzel. Maar dat heb ik helemaal niet gekregen, hè? Als je een Carbonade in het Frans bestelt, dan krijg je een of ander soort stoofvlees of zoiets. En dat smaakte ook helemaal niet. En ik had dus een carbonade verwacht. Een carbonade is in feite een varkens... Ja, hoe zeg je dat? Ik weet niet wat je in Vlaams zou tegen zijn. Want ik moet eens een keer mijn vertaalprogramma weer aanhalen hier. Carbonade. En in Nederlands is dat blijkbaar ook carbonade. In Engels is dat, I think, pork chop or something, kan dat? Ja, dat is de rug van het varken. Dat vertelt hier alleen carbonade. Dan heb je er nog zo'n stuk bot. Duits is juist hier, Engels carbonade is niet juist, kan niet zijn. En in Frans, moet ik eens zien, wat zeggen ze in Frans hier? Die in Frans zegt hem ook carbonade, maar dat... Ja, dat is dus niet juist. Het Duitse woord carbonade, dat is dus zo'n varkenskotlet. Een varkenskotlet is dat in feite. Een kotelet. Ja. En dat wilde ik dus bestellen. En dan kreeg je zo'n stoofvleesdingen, weet je? Een kotelet, dat is met een stukje bot. Ja, dus ik had in het Frans natuurlijk een escalope moeten bestellen. Maar ja, weet ik daar veel van. Ik ging daar naartoe, carbonade. Ik dacht, dat is lekker. Nee, dat was dus niet lekker. Maar ja. Ai. Maar je bent tegenwoordig veganistisch. Dus in dat soort valkuilen zal jij niet meer vallen. Nee, dat is waar. Ja.
Nou goed, de volgende keer als ik bij jou kom, ik denk dat dat erin gaat zitten. En dan heb ik bij mij champignon. Leuk. Nou, van die hele mooie, een hele mooie witte. Ja, die zijn ook lekker. Die moet je altijd meebrengen. Ja. Mijn moeder is daar niet zo goed van, want die kan dat eiwit van die champignons niet verteren. Alleen die eet wel zo stukjes champignons in het eten of zo, maar we hebben verleden jaar eens een keer, of begin van dit jaar, ik weet het niet meer, dat jaar is ja ook al zo laat, ik denk dat was verleden jaar ergens, hebben we een paddenstoelpan gemaakt. Weet je, so verschillende soorten paddenstoelen in de winkel gekocht. En dan lekker gebakken en dan brood daartoe en dan met look en alles erop en eraan en ajuin en... Oh, lekker, knoflook. Ja, lekker, jong. En ik daar geschoffeld, ik daar geëten. En mijn moeder ook. Maar mijn moeder werd daar dus niet goed van. Hè. Die heeft dus dagenlang overgegeven. En die regen had daarvan en alles. Die kan tegen dat eiwit niet aan, blijkbaar. Gelijk, die kan ook eiwit van vis kan ze ook niet verteren. Hè. Daar wordt ze ook misselijk van. Ja, goed. Nu als, vegan, ja, nu als veganiste heeft ze daar geen problemen meer. Daarom was ze al vegetarisch heel haar leven. Hè. Maar... Ik wil maar zeggen. Oh ja, oh waar? Je moeder is haar hele leven vegetariër. Ja, heel haar leven. Dus het hele leven dat ik haar ken. Ze is ai. Jong en haar is ze vegetariër geworden, ja. En respect. Nu leeft ze vegan op kaas na. Hè. Oh, ze eet ja, wel kaas. Ja, nu terug. In het begin als ze vegan geworden is, dat was het laatste wat ze opgegeven heeft, de kaas. En na verloop van tijd had ze daar ook geen probleem mee, maar sinds dat ze gestopt is met roken, heeft ze gezegd, heeft ze de kaas terug nodig. So, dat is zo'n, weet je, zo'n aanvulling, hè? Zo'n extra. Ja, natuurlijk. Christus Jezus heeft gezegd, het is niet wat de mond ingaat, wat de mens verontreinigt. Het is wat de mond uitkomt, ja. Dat de mens verontreinigt. En natuurlijk, hij heeft ook gezegd, zijn voedingsvoorschrift was, eet geen levende dingen. Dus alles wat dood is, mag je opeten. Ik weet niet precies waar het staat, hoor. Maar het is heel belangrijk om alleen te eten wat echt bij je lichaam past. Hou je lichaam in leven. En dan waar je oog op valt, en sommige dingen moet je gewoon helemaal niet eten. Ik eet de meest verschrikkelijke dingen. Maar ik weet wat ik eet. En ik eet maar heel weinig. Dat is ook heel belangrijk trouwens. Niet zoveel eten. Hè? Rustig aandoen met het consumeren. En voor de rest moet je goed dat wat je in je mond stopt in balans houden met je lichaam. Er zijn heel veel mensen die ik zie. En die eten maar raak. En dat mag van mij wel. Want wat maakt het uit? Alles wat die mensen opeten... Dat wordt weer poep, excrement en er groeien weer planten uit. Dus dat maakt mij niet uit. Maar die mensen zien er helemaal niet goed uit. Die hebben helemaal vlekjes in de gezicht. Whatever. Ja. Ik heb dan weinig haar, maar dat is niet vanwege mijn eetpatroon. Nee. Dat is gewoon vanwege mijn zorgen. Nee, maar ja, over vegane voeding en zo, daar heb ik nu geen goesting om daar nog een grote... discussie over te gaan beginnen. Het is al gewoon... Nee. Maar het zou wel leuk zijn om dat een keer te doen. Dat kunnen we een keer doen, man. Want ik heb respect, hè. Respect. Hou er goed ja, ik respecteer mee. Ook iedereen voor wat hij doet. Hè? Iedereen moet dat zelf weten, weet je. Ik heb 45 jaar lang heb ik vlees en vis en alles geëten. En ik heb het gefret, zal ik zeggen. Ja. Dus. Ja. En het is heel erg goed... Mij hoef je niet van mijn vleesconsumptie of kaasconsumptie of whatever af te helpen. Er zijn jonge mensen die heus naar jou zullen luisteren als jij uitlegt waarom je veganistisch moet eten, zal moeten eten. Dat is uiteindelijk de smalle weg. Anders blijven we maar... Het is gewoon niet oké. Okay. In het koninkrijk van Jezus Christus zal er ook geen barbecue zijn. Hè, nee, want nee, daar nee, worden nee. geen dieren geëten, daar bestaat geen dood niet meer. En daar eet de leeuw zoals de os gras. Ja. Zo was het in de tijd van de schepping. En zo zal het weer zijn als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar is. Ja?
Man, dat heb je mooi gezegd. Weet je wat wij in de tussentijd doen? Heeft veel te doen met ons geweten. En mijn geweten, is de Bijbel. Mijn geweten wordt me ingegeven door God. En ik heb op een bepaald ogenblik niet. Ja, eigenlijk, ik ben beginnen mijn voeding te veranderen. Omwille van dat ik in de studies van de Nieuwe Wereldorde geleerd heb. Hoe dat onze voedingsmiddelen. Ja, we spreken in Duits spreken we van Nahrungsmittel. Ja. Onze Lebensmittelen, onze Nahrungsmittel, hoe dat die vergiftigt worden. Ja. En ik heb gewoon gezegd, als iemand het recht heeft om mij te vergiftigen, dan ben ik het zelf. Dat lijkt mij ook, ja. En als ik daarvoor kies om te roken, en dus mij, mijn gezondheid, dingen, slechte dingen toe te doen, omdat ik rook, dan is dat mijn beslissing. En als ik alcohol drink en ik weet dat het voor mijn lichaam niet goed is en ik doe het toch, dan is dat beslissing. Maar als ik in de winkel ga om eten te kopen, om mijn lichaam voedingsstoffen te geven die hij nodig heeft, en daar worden in het geheim dingen in gemixt waar ik niks van weet, die mij vergiftigen, dan ben niet ik die dat beslist om mij te vergiftigen, maar iemand anders. En dan zeg ik, hold a minute, wait a minute, niet meer mij, hè, mannetjes. Want eigenlijk ik ben een verkapte, hoe zeg je dat? Mooi Nederlands. Ik kom niet op dat woord. Wacht eens. Anarchist. Omwille van, vele mensen verstaan het woord anarchie niet. Of ze verstaan het verkeerd. Anarchie is niet het ontbreken van wetten. Anarchie is het ontbreken van hiërarchie. En dat is precies wat in het koninkrijk van Christus ook is. Wij zijn allemaal broers en zussen. We zijn allemaal op gelijke stap. Wij hebben wel wetten aan die wij ons moeten gaan houden, uiteraard. Want die bepalen onze samenleving. Onder andere de 10 geboden, om een keer heel simpel te gaan spreken. Ja, laten we het vooral maar eenvoudig we hebben houden. Geen hiërarchie. Jij bent niet beter absoluut als ik. Niet. Egalitarisme. En ik ben niet beter als jij. En dat is ook wat Jezus, dat is ook wat Jezus Christus leert. In de kerk heb je een hiërarchie, dat hebben ook de apostels zo ingevoerd. Ze hebben bischops beroepen en dergelijke dingen meer. En hebben gezegd wat een bischop zijn moet. De man van één vrouw, ordelijk, opgeruimd, eerlijk, geen drinker, geen fornicator enzovoort enzovoort. Laat ons dan nu niet allemaal op ingaan. Het punt is gewoon, anarchie is de afwezigheid van hiërarchie, niet de afwezigheid van recht en wet. Ja. Dat is iets wat de mensen niet verstaan. En dus, waarom zou ik in een winkel gaan en mijn zuurverdiend geld uitgeven, dat iemand anders, die meent boven mij te staan, meent het recht te hebben om mij te vergiftigen? En dan heb ik gezegd, van, dan ga ik nu, vanaf nu, zelf bepalen wat mijn lichaam alleen nog maar binnen gaat. Dus ik ga geen producten meer kopen die voorgeproduceerd zijn, naarmate dat het kan. Maar ik koop mijn groenten en zaden en nootjes en al die dingen. En ik mix dat zelf en ik maak me dat en ik kook dat zelf. En ik bepaal zelf wat ik in mijn lichaam binnen doe. En, lijkt mij ja, het en best op den duur ben ik ook begonnen minder te gaan drinken. Ik zit hier nu vandaag met een glaasje wijn, maar dat is een absolute uitzondering. Omdat ik verleden week deze fles wijn. Rode wijn? Omdat ik verleden week deze fles rode wijn opengedaan heb bij een klant. En dat is die Duitse wijn, die noemt Cuvée Karsten, is benoemd naar mijn zoon. Die laat ik in Duitsland een speciaal etiket van mezelf, van mijn eigen firma maken. En die klant heeft die wijn niet besteld. En voordat die slecht wordt, drink ik die liever op. Hè, want volgende week heb ik geen klant aan die ik die wijn kan laten proeven. Dus ik drink dat laatste glaasje hier nu zelf op. Ik heb mijn zoon vandaag voor zijn verjaardag een flesje meegegeven. Hè? Allee, gisteren voor zijn verjaardag, want we zijn al 1 uur voorbij, heb ik hem een fles meegegeven. Daarom drink ik een glaasje wijn. Maar vroeger dronk ik een fles wijn per dag. Vandaag drink ik een fles wijn per maand. En ik ben wijnhandelaar. Ja? Dus ik drink echt niet meer veel voor mijn eigen genoegen. Maar ja, dat is gewoon een omstelling, weet je. Roken doe ik ondertussen ook niet meer. Maar dat heeft weer andere redenen. Maar kijk, het punt is gewoon wat ik wil zeggen. Ik ben van mening dat als iemand het recht heeft om uw lichaam te vergiftigen of slechte dingen aan te doen, dan zeide jij dat zelf.
En als je door studies leert dat dit systeem in dat wij leven meent u slechte dingen aan te moeten doen en u te vergiftigen, dan heb je de keuze of dat je dat verder wil blijven doen of niet. En de meeste mensen zijn gemakzuchtig, Perry, en blijven doen. En gaan verder naar McDonald's gaan en naar KFC en Burger King en Quick en weet ik veel, al deze verschillende fastfoodketens, Pizza Hut en hoe dat allemaal noemt en Starbucks voor de koffie en al die van die dingen en kopen allemaal die spullen gewoon omdat ze te lui zijn om zich daarmee bezig te houden. Ja, en nu heb ik een verschrikkelijk verhaal voor jou. Het was 3 jaar terug, zoiets, of 4 jaar. Ik zat weer eens in de kroeg, want ik zit altijd in de kroeg. En er zaten een aantal jonge mensen aan de tafel, ik mocht erbij zitten, en er waren vrouwen bij. En die waren tegen de 20. En de hele club, die zat op school. En daar moeten ze dan in de pauze iets kopen, of je moet boterhammen meenemen van huis. Maar je hebt een paar euro's en in de pauze. En dan kijken ze naar die prijslijst. En dan zien ze bio-koekje dit, eco-koekje dat. Ja, zei dat meisje tegen mij en tegen de hele groep. Ik heb daar geen geld voor. En ik zei tegen haar, als je je bewust bent dat je rotzooi eet, overleef je dat wel. Je moet je wel bewust zijn. Stop het maar in je mond. Die kinderen waren jong en hadden geen geld. Ik ken ook een verhaal van een vrouw die kreeg nooit ontbijt toen ze klein was. En ze moest wel naar school. En dan moest ze daarvoor de trap af naar de schuur. De box heet dat dan. Onder in een flat heb je zo'n dingetje. Dan staat je fiets in. En zij had ontdekt dat daar een fles stroorum stond. Ze heeft gewoon die fles opengedraaid. En dan dat dopje gebruiken als glaasje. En dan, hoppa, dat was haar ontbijt. En die vrouw, daar is niks mis mee hoor. Dus, die ziet er prima uit. Een heel vrolijk iemand. Dat is het leven eigenlijk. Dat je gewoon dankbaar bent voor wat je wel hebt. En natuurlijk is het geweldig dat je de toegang hebt om goede noten, goede bessen, goede contacten te hebben. Of je doet het maar gewoon met de riemen die je hebt. Dan gaan we het toch een keer de volgende keer hebben over veganisme en hoe ik daarover denk. Want ik vind het een goed idee. Het moet wel betaalbaar zijn. Nu mag jij. Natuurlijk geef je gelijk. Zeker moet het betaalbaar zijn. Maar kijk, dat probleem is, vergif voor ratten is heel lekker. Want als het niet lekker was, gingen de ratten het niet eten. En als ik zo bij de mensen kom en ik zie ze daar voor een blikje cola gaan zitten. Als ik bij klanten kom en die drinken een glaasje cola, weet je wat ik tegen die klanten altijd zeg? Ik koop één blikje cola per maand. En dat gebruik ik om de urinesteen in mijn toilet weg te kuisen. Dat is een wondermiddel daarvoor. En dan kijken die mij allemaal met grote ogen aan. Ik zeg van, ik kan toch dat spul niet in mijn lichaam doen, wat een stukje vlees op een paar uren wegfret, kapot fret, als je dat erin doet. Ik zeg, dan moet je een keer daaraan denken wat dat spul doet met dat zachte vlees, met die zachte stoffen die wij allemaal hebben in onze maag, na onze maag, in de darmen en alles erop en eraan, waar ongetelde bacteriën en zo daarvoor zorgen dat alles verteerd wordt. En dat is allemaal zacht vlees daarin. En daar goeie je dat spullen, waar dat je schitterend roest mee van metaal kunt afkrijgen, of urinesteen van de toilet mee kunt afkruisen. Het is, Coca-Cola is ongelooflijk zuur. Natuurlijk.
Het heeft een pH-waarde. Dat schrijf je kleine letter P, hoofdletter H. Een pH-waarde van 2 of zo. Ja, hooguit waarschijnlijk. En wij, het is bijna zuurder dan je maagzuur. Wij proeven dat niet, want ze stoppen dus per glas cola 10 suikerklontjes in. Nee, dat zijn meer. Meer? Ik denk in een liter fles zijn het minstens 33 stukken klontjes suiker. Ja, of zelfs in een blikje, ik weet het niet meer, dat is echt overdreven veel. Ja, per glas, dus 0,2 centiliter, dat is echt wel goed, heb ja. Heb je zeker 10 per 0,2. Ja, 0,2 centiliter, zeker 10, ja. Zeker. En als je dat niet hebt, dan pakte je Cola Zero, ja, dan pakte je dat met andere vergiftigde spullen daarmee in. Ja, daar heb ik een dus ook van de een over gehouden. Een van de allereerste video's die ik op mijn kanaal opgeladen heb, moet je een keer kijken. Een van de allereerste is een Duitsstalige video, en daar gaat het erover dat Pepsi... dat Pepsi stoffen gebruikt van geaborteerde baby's als smaakstof, als smaakversterker in hun Coca-Cola. Ja. Dat is een van de allereerste video's die ik opgeladen heb. Zo, weet ik veel, met een Desktop-camera, een PDF gefilmd of iets in die richting. Ik heb zelfs niks gesproken. Ongelooflijk verschrikkelijk. Er is ook op YouTube iemand geweest. En die heeft verteld, dat heb ik gehoord via getuige X1, de anonieme. Zij vertelde mij dat die man vertelde dat bij die rituele slachtingen, dan hebben ze niet altijd zin om al die mensen op te eten, al die kinderen op te eten, ze gaan geen bejaarden slachten, het vlees is niet lekker of zo. Maar dan houden ze vlees over en dat geven ze gewoon aan de McDonald's. En ze lachen zichzelf kapot. Want kijk eens. De mensen eten zichzelf Soylent, op. Soylent Green, Perry. Ja. Soylent Green. Jullie luisteraars, gaan me even Soylent. Dat spel je Simon, Otto, Isaac, Theodor, Soylent, Eduard. L-E-N-T. Isaac, Soylent. Y-L-E-N-T. Soylent Green. Das ist aus der Jahre 70, ein Film. Ja. Over het recycleren van mensen. Ja. Ja. Maar laten we dan nu maar mee stoppen, want ondertussen is het al bijna 2:30, dus... Ja. Het is anderhalf uur, man. Ja, precies. Doe je mij de audio? Ja, stuur ik je direct. En ik knip... Ja, en dan ga ik hem in misschien wel 2 stukjes knippen. En ik maak er wat van. Dank je vriend voor dat fijne Perry, gesprek. Altijd dank van mijn kant eveneens. Ik ben blij om u te hebben en met u te kunnen gaan praten over al deze dingen. En dat zijn zo een beetje de lossere video's waar men wel over hier en daar een keer interessante dingen spreekt. Maar aan de andere kant, waar man ook eens een keer een beetje mee kan lachen en zwanzen en dergelijke, gelijk daar straks het deed een keer deugd om te lachen en om eens een keer die dingen zo te noemen gelijk dat ze zijn. Daarvoor moet men niet altijd boeken lezen en analyseren en zo ernstig zijn. Man kan ook eens een keer vrolijker overkomen en die video's die wij zo spontaan, of die conversaties die wij zo spontaan hebben, zijn al een beetje wat aan de vrolijkere en de rustigere kant. Dat mag ook eens een keer. Dat lijkt mij ook, mijn vriend. Hey, hartstikke fijn. Dan gaan we lekker in de bed. Ik ga ook mijn best doen. En ik zie de audio tegemoet. Oké. Slap wel, hè, Perry. Op zijn hamburgers. Tjus. Tjus, Perry. Hey, dag, lieverd. Doei.